Je hebt zin om erin te duwen. Dat mag, dat is geen probleem. Je hebt je schone handen, dus... Ik ben vandaag in Oldenzaal bij Europastry, waar ze croissantjes en donuts maken. Gelukkig ga ik snel naar binnen, want ik ga hier aan het werk als procesoperator. Ik ben Marijn. Ik ben Lonneke. Eerst graag even omkleden, anders mag je de bakkerij niet in. Hi. Ik zie dat je omgekleed bent. Nou, dan kunnen we die kant op. Vind je wel lekker. Nou, dit is de bakkerij. Hier maken wij de croissantjes. Zo'n dikke plak roomboter komt ertussen. Ik dacht het is een extra laag deeg, maar het is gewoon boter. Waarom is jouw baan nou zo belangrijk? Als wij het proces niet goed in de gaten houden, de machines stil komen te staan, waardoor je productieverlies leidt. Dus we moeten echt zorgen dat het continu croissantjes van de baan komen. Even snel aan het werk nog. Croissantjes vinden het super spannend om hier voorbij te komen. Ik ga hier de rijstkast in. Nou, je gooit het wel heel boos weg. Ik zie jou eigenlijk de hele dag allerlei taken oppakken. Is dat nou jouw taak als procesoperator? Mijn taak is om het in de gaten te houden, het hele proces van voor naar achter. Machines controleren of ze soepel lopen, de invoer, de uitvoer. Controles uitvoeren wat er ook bij. Dat is eigenlijk kort samengevat mijn functie hier. Tijd om aan het werk te gaan. We gaan even de gewicht van de croissantjes meten. Dat is gewoon steekproefsgewijs? Steekproefsgewijs. Ik ga even wat anders doen. Oké. 4. 7.2. 67. De meting is voltooid en het is goed. Oké, heb ik de meting een beetje goed gedaan? De meting heb je goed gedaan. Maar je had één puntje. Het moet allemaal een stuk sneller. Je moet hier als procesoperator natuurlijk heel secuur zijn. Oplettend. Overzicht houden. Technisch aangelegd, veiligheidsvoorschriften en hygiënevoorschriften, die zijn gewoon heel belangrijk. Hier werk ik met voedsel. Mijn dag in de croissantjesbakkerij zit erop. Ik ga lekker naar huis en blijf ondertussen wel een beetje opletten of er geen verkeerde croissant voorbij komen.